Mijn naam is Peter van Velzen en dit is onze sodafabriek. 250 jaar oude graanpakhuizen in Schiedam. Daarna nog 100 jaar sodafabriek, maar bijna gesloopt. Samen met initiatiefnemer Tom van Adrichem hebben wij het plan opgevat om deze panden te gaan redden van de sloop en een herbestemming ervoor te zoeken. Hoe doe je dat? Niet zomaar beginnen met bouwen, nee. Wij zien er veel in samenwerking. Die samenwerking die zit enerzijds in het gebruiken van het pand, maar die zit zeker in het opbouwen van het pand. En daarom hebben wij een coöperatie opgericht. Deze ruimte zie ik al voor me als hoofdentree van het sodafabriekcomplex. Van waaruit je gaat naar alle verschillende ruimtes in het gebouw. Dan hebben we het over logeren, we hebben het over werken, we hebben het over ateliers, we hebben het over workshops en andere expositieruimtes. Waar je allemaal mooie, sfeervolle dingen kan zien. Mooi hè, deze ruimte met silo's. Fantastisch vind ik het. Hierachter komt onze eerste huurder. Een loods, zie je het al voor je? Deze ruimte helemaal ingericht met vintage meubels en andere spullen. Ik wel, ik vind het fantastisch. Alleen, het is nog niet voor elkaar en daar hebben we geld voor nodig. Industrieel erfgoed en de robuuste sfeer van dit pakhuis. Dat is straks de werkplek waar je zou kunnen zitten. Wonen mag je hier niet, maar wel logeren. Een bed en breakfast. Verblijven in een short stay appartement. Dit wordt straks je badkamer. Zie je het al voor je? Inmiddels hebben we bijna 1,5 ton geïnvesteerd in het pand. Binnenkort is het dak dicht, maar dan moeten we door. Met de gevels, met de vloeren, met de binnenkant. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Wat is er nou mooier dan investeren in zo'n pand als dit? Dat is toch veel beter dan je geld op de bank zetten.